Op dit moment is het oude raadhuis in Oud-Beierland het logeeradres van Sint en Piet. Maar het moet het onderkomen worden van de bibliotheek, de VVV en de historische vereniging. Daar is wel een verbouwing en uitbreiding voor nodig. Het is natuurlijk wel een rijksmonument, dus we doen het wel heel erg zorgvuldig. Er wordt een doorbraak gemaakt tussen het oude gedeelte, het historische gedeelte en de bodemwoningen erachter. En er komt een aanbouw aan, gebouwd in deze tijd. En juist die uitbouw zorgt voor discussie, want de architect heeft bewust gekozen voor een moderne bouwstijl. Een groot contrast met het oude raadhuis zelf, dat een rijksmonument uit 1622 is. Wij hebben ervoor gekozen om, zoals het gehele pand zich representeert, eigenlijk representeert als een ontwikkeling in de tijd, dat het ook zo moet zijn dat we met de uitbreiding die we nu gaan doen, afleesbaar moet zijn dat een nieuwe uitbreiding komt uit de tijd waarin we nu als het ware leven. Het is wel leuk als het weer in gebruik komt, het gemeentehuis. Het staat nu leeg een beetje, dus een beetje jammer, hè? Vindt u het mooi? Ja, mooi. Dat is een ander verhaal, maar het is wel functioneel, denk ik. In eerste instantie vind ik de aanbouw niet mooi. Ik vind het een blok beton eigenlijk een beetje vierkant. Op Twitter wordt de aanbouw al een blokkendoos, garagebox of hondenhok genoemd. Toch moet de verbouwing al in maart van start gaan. We zijn trots op dit pand en dat willen we gewoon zo houden. Maar met deze nieuwe invulling is het ook toegankelijk voor iedereen en dan gaat het ook meer leven. En dat is de bedoeling.